voorkomen in die proeven. Nou, het idee is dat we even gaan uitleggen waar die specifieke proeven vandaan komen. En het is eigenlijk uit de krijgskunst te paard. Vroeger vocht men te paard. Dat was dus heel belangrijk voor een man tot man gevechten, dat je paard heel goed onder controle had. Want een paard is een vluchtdier. En op het moment dat je op het slagveld bent, tussen al het wapengekletter en de naderende vijand, ja, dan wil dat paard natuurlijk eigenlijk weg. Nou, op het moment dat je bokkend en galopperend over het slagveld zo gaat en eraf valt, dan heb je de strijd natuurlijk meteen verloren. Dus het idee is van de dressuur dat je je paard zo africht, dat je dat paard zo in controle hebt, in de meest extreme omstandigheden, dat je dus in een gevecht zelfs dat kan handhaven. Nou, twee van de meest specifieke oefeningen uit de Grand Prix dressuur zijn de piaf en de passage. Daar zullen we langs mee beginnen. De piaf, de draf, de dans op de plaats. Dat is eigenlijk een oefening waarbij je de puls van het paard op de spot kan controleren. Dus als mijn paard nou heel erg beeld is, ik ben op het slagveld en wil eigenlijk niet vandoor, want dat is een vluchtdier. Dan kan ik zeg maar toch dat paard op de plek houden. Nou. Je toch de energie niet kwijt kan. Nou, hetzelfde geldt alleen voor de passage. Dat is dan meer vooruit. Ook daarin kan de impuls van het paard eigenlijk verzamelen, zo noemen we dat dan, en in het paard houden. Tevens is deze passage een imponerende gang tijdens de parade, maar ook in zijkant van de imponerende oefening van paardrijden. Een ander aspect van toch zeg maar een oorlogspaard is dat die heel wendbaar moet zijn. Je moet de aanvallen eigenlijk uit kunnen voeren. En ook aanvallen kunnen ontwijken. Nou, een andere oefening uit de Grand Prix is het appiëment. Ik noem maar zijgang, dan ga je voorwaarts, zijwaarts. Ik zal eerst gewoon wijzen, dat heb ik net al gedaan. Het is een appiëment. Nou, ik ga laten zien hoe dat dan toegepast werd op het slagveld. We doen even alsof de pilaren aan dat de vijand is. Dan ga ik rechts op afdijden. Dit zien we wel bij de stierenvechten in Portugal en Spanje. En op het laatste moment komt die vijand naar me toe en wijk ik opzij uit. Dat is waar het appiëment vandaan komt. Een aanval ontwijken of uitvoeren. Dan zie je hem ook al geholpen maken. Op het moment dat ik ineens mijn richting moet veranderen, ik ben nou rechtsom en rechts en op. Nog een keer een appiëment. Ik ga langs de vijand. En ik doe meteen naar links, dan moet ik eerst wat opwisselen, anders dan kan dat niet. Dat gezegd hebben we, kan ik ook de opwisselserie uitleggen. Die zien we namelijk ook in de Grand Prix. Eigenlijk moet je controle hebben om snel te kunnen wisselen. Voor het veranderen van richting, moet je die series kunnen rijden. Zo. En is eigenlijk een stukje zijwaarts, is weg. En dat doe ik dan niet meer. Daar focus ik echt puur op het kunnen wisselen van die verhoop, om die vijand te kunnen ontwijken. Nou, alles de wendbaarheid, dat ook heel beeldend is, is de galoppirouette. Die pilaren zijn weer even de vijand. En ik wil die vijand vechten, sabelen. Dus ik moet zorgen dat ik dicht bij die vijand in de buurt blijf, terwijl ik toch in beweging blijf. Nou, dan de teugels in één hand pak, dan zou ik zo kunnen samen, in dit geval met de pilaar. Die vecht niet terug, dus is een beetje makkelijk. Maar je paard zou het controleren op één hand, dat is dan weer niet makkelijk. Dus dat werd getraind in de rijbaan. Dat is weer een stukje dresseren van het paard. Nou, dan gaan we even verder met de rij. Doe de teugels nog een keer op één hand. Want die vier weet is niet alleen om dicht bij de vijand te blijven, maar ook als ik in charge doe, uitstrekt de galop. En ik wil heel snel de enige richting veranderen. En dat doe ik ook weer een pirouette, in dit geval een halve. En dan kan ik weer een andere kant op. En ook die oefeningen zien we in de Grand Prix. Uitstrekt de galop, pirouette. Dus dan kun je zien dat al die oefeningen, afstanden van de
kruis is. Nou, dan denk ik dat we op deze manier, vooral ook de mensen die niet zelf paard rijden, een beetje een beeld hebben gegeven wat die oefeningen nou zijn. En dat jullie later op de avond kijken, ook naar de Spaanse rijschool, dat je een idee hebt van de achtergrond van die dressuuroefening. Dus gaan wij daar zeelen nog een keertje op galopperen. Of is jouw achtergrond? Dus ik ben een sporter nu, dus we moeten dat ook voor het hogeschool weer beëindigen. En dan bedank ik jullie voor de aandacht en hopelijk dat jullie iets invloed kunnen geven. Dus een prachtige mening, Wendy. Nog eenmaal een warm applaus en ik kom straks gewoon weer terug voor Gastelaan de Rijks. We even meeklappen, dames en heren, de maat van het paard, de beweging van het paard. Juist, ja, wat een muziek, wat een sfeer, wat een maatje, Gastelaan de Rijks. Ik denk yes.